van Oortsmersken, een natuurgebied in Friesland bij Beterswaag, opgenomen in de Natura 2000 reeks van natuurgebieden. We staan hier in een blauw grasland en eigenlijk is dit wel bijzonder, want wat we nu zien is een herfstbeeld en dat zie je niet vaak. Blauw graslanden worden laat gemaaid, 1 keer per jaar. Dat zijn hele soortenrijke, bijzondere en ook hele zeldzame graslanden. Maar dit grasland is dit jaar zo nat dat hier niet gemaaid kan worden. Vroeger gebeurde dat natuurlijk ook wel. Kijk, en hier zien we wat groene blaadjes. En dat is de blauwe knoop. De blauwe knoop is eigenlijk ook de naamgevende soort van het blauw grasland. Hier hebben we zo'n blauwe knoop. Hier zie je de bloeiwijze, niet helemaal scherp. Normaal bloeit hij heel mooi blauw. Kijk, en hier zien we dan een blaadje van de Spaanse ruiter. Een distelachtige met hele mooie paarse bloemen, die we nu natuurlijk niet zien. Hier zien we ook bladeren van de Spaanse ruiter in herfsttooi. Die zie je allemaal niet vaak. Hier zie je langs een soort natte laagte ook een enorme concentratie van Spaanse ruiter. En dit zijn graslanden waar we als treinbeheerder heel trots op zijn, waar we enorm ons best voor doen om deze in een goede staat te behouden. En dit zijn ook graslanden die eigenlijk al eeuwenlang op deze manier worden beheerd. Ze waren erg nat en onze voorvaderen die maaiden hier met de zeis en die konden op die manier wat hooi binnenhalen om hun vee te voeren. En deze graslanden zijn voor een heel klein deel bewaard gebleven. In Nederland waren er ooit wel 30.000 hectare van dit soort graslanden. En nu is daar eigenlijk zo'n goede 30 hectare van overgebleven. En dat valt hier dus in de Van Oortsmersken bij Beterswaag nog steeds te zien.